Maar je moest ervoor zeggen van waarschijnlijk die... Misschien zeg ik dat zo aan. En de rijervaring is wel aanwezig? Nou, hij rijdt wel een jaar of 8, 9. Oh, oké, 7. 7. En ja. Ook western? Of, ja. Alleen op L1 en L2 paarden. Ja, ja, maar die doen het allemaal wat makkelijker. Ja. Ja, ze doen het wel en ze willen het wel. Ja. Als je dit iets vraagt, gaat gewoon denken van wat moet ik. Alleen ze dus een ja, ik precies ook aan het werk te doen. Ja, en de conditie nog een beetje. Ja. Ja. En de galoppen. Ik ga stik van de pijl. Ja, hè? Dat is wel een goed. Dat is goed, ja. Loopt hij dan uit met de rug? Dat is goed. Maar dan krijg je soms echt gezegd dat je niet kan. Dat is goed. Wat is het voor jou? Ja. Ja, hals is lastig hoor. Hals is lastig. Hals die ziet overal beren. Hals die ziet overal beren. Oh, is het zo? Als hij op paard zit of? Hals is niet zo makkelijk. Ja. Hij heeft de lat vrij hoog leggen. Maar... Ja, dat komt van omdat hij bij zijn eerste paardje, dat was gewoon een minder fijn paard. Ja, ik heb die ervaring ook gehad. Ik had mijn eerste paard was een merrie. Ja, ja, veel te hoog in bloed. Een Duitse rijpaard. Ja, een ja. Superpaard. Ja, ja, ja. Ja, vandaag hadden we de eigen gekocht. Kom maar, los van de hand. Maar het is iets van de... ik zeg gewoon tegen mijn paard wat hij moet doen en dan ja, doet hij het. Ook. Maar dan kan ik geen hond op mijn paard rijden. Ja, 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 maar vorige keer bij die wedstrijd hier. Ja. Toen was het daarachter in de hoek stolbad. En dan was L4 en L5 bij elkaar. Ik ben gewoon op wat lager type. Dus ja. Ik zou door willen gaan, maar ja, mijn paard is nou weer kreupel. Mijn hek nou weer in die van haar. Gewoon dat ik zeg, hup maat, lopen, dan doet hij gewoon. Ja, ik ben heel makkelijk. Ik, ik geef hem niet te veel aanwijzingen.